Kijk je schat? Ja, we gaan met de... En ik ga naar binnen en dan heb je hier een heel leuk schattig kut. En het doet me echt helemaal denken aan die lotjes die we hadden in Afrika. Maar... Echt lief. Ja. Oh ja. En de baard is eraf. Richting de koeien toe. Hey, super leuk dat je kijkt naar een nieuwe vlog. Het is vandaag vrijdag voor mij. En de ochtendspits is in volle gang. Zoals jullie weten doe ik mijn ochtendroutine. Dus zelf heb ik eigenlijk, ben ik gewoon om 6 uur opgestaan. En heb ik lekker mijn dingetjes gedaan. Yoga, et cetera. Maar toch is het dan uiteindelijk weer haasten. Want er moet natuurlijk lunchboxen gemaakt worden. Want Lana en Amy gaan naar school. Fruitbakjes, ze moet ontbijten aankleden. Op een of andere manier is het toch nog een beetje haasten. Nou ja, het is 7:45. Ik denk dat we het wel gaan redden hoor. Maar goed, ik ga even laten zien. Ik ben volop in de voorbereidingen. En het is hier chaos. Nou, dat ziet er dan hier zo uit. Daar zitten er 2 lekker te ontbijten. Net wakker. Ik heb 2 lunchboxen gemaakt. Met een bruin broodje jam, cheese dippers, komkommer. En dan voor Amy, die vindt het heel lekker. Een suikerbroodje. Dan ga ik de waterbekers nog vullen. Bakjes met fruit. Ga ik appeltje versnijden en wat extra komkommer. Ja, en ja, nee, water. Ja, eigenlijk is dat het. En dan ziet dat er zo uit. Waar gaan we naartoe als we naar school zijn geweest? Opva? Vakantie! Yay! We zijn nog een beetje aan het wakker worden, maar om 2 uur zijn ze klaar met school. En dan gaan we op vakantie. Maar dat zien we straks. Ik ga ze nu in de bakfiets zetten. Of tenminste, ik ga nog even die bakjes fruit maken. Jassen, schoenen. En dan zet ik ze in de bakfiets. En dan fiets ik naar school. Ik heb Lana en Amy net op school gebracht. En nu zit ik met Valientje in de bakfiets. Gaan we even lekker een stukje fietsen. Even lekker samen erop uit. Misschien even de bossen in of zo. Ik zie het wel. Even lekker buiten zijn. Straks nog de laatste dingetjes inpakken. En om 2 uur halen we Lana en Amy op. En dan... nou ja, dan zien we hier vanzelf waar we naartoe gaan. Maar dat wordt echt super leuk. We zijn weer terug en het is lunchtijd. En ik heb mezelf getrakteerd. Ja, doe maar daar neer, lekker schat. Op een Italiaanse salade van de Aldi. Ja, dit kun je natuurlijk ook zelf maken, maar ik heb even voor gemak gekozen. En ik ga deze grillen onder de grill. Dan heb ik echt een super lekkere gegrilde groente. Salade. Ja, en jij gaat lekker boterhammetje eten, schat. Dat doe ik dus hier. En ik ga ze gewoon opleggen. En dan met olijfolie ga ik er overheen. Voor Feline heb ik 2 maisboterhammetjes met paté van de vegetarische slager. Tada! En klaar is mijn lunch. Lekker! Met een Mama, boterhammetje eten. Lina ligt heel even op bed, zodat ze heel even kan bijkomen voordat we zo de meisjes ophalen om op vakantie te gaan. En kijk eens wat mijn lieve schat heeft meegenomen voor mij. Vandaag is namelijk onze trouwdag. We zijn vandaag 5 jaar getrouwd en we zijn bijna 10 jaar samen op 24 mei. En hij heeft rozen voor me meegenomen en ze ruiken super lekker. Echt heel erg lief. Oh ja. En de baard is eraf. Hij heeft zijn baard afgeschoren. Ja, is gelukkig, want ik vond hem echt te lang worden. Alleen mijn snorharen niet. Oké. Okay. En we zitten in de auto op weg naar Gelderland, naar Hengelo. Daar is namelijk de boerderijcamping waar we naartoe gaan. Dus dat wordt heel erg leuk. En we gaan glamping doen. Oftewel glamorous kamperen, luxe kamperen. Ik ga het jullie dadelijk allemaal laten zien. Ik ben heel benieuwd. Hebben jullie zin in meiden? We zijn aangekomen op de Farm Camps camping. En dit is onze tent. Die ga ik even aan jullie laten zien. Het is echt super leuk. De tent doet me echt helemaal denken aan die lotjes die we hadden in Afrika. Maar dan dus nu midden op de boerderij. En ik zal nog wel meer op de boerderij laten zien. Want er zijn hier heel veel dieren. En de kinderen kunnen hier echt super veel leuke dingen doen. Dus het is echt heel erg tof. Maar ik ga eerst even het huisje laten zien. We hebben hier een veranda. Met een heel leuke picknicktafel, een barbecue en een open haardje. Of een, ja, hoe noem je dat? Een kachel, ik weet even niet hoe ik het moet noemen. En hier ook nog een zitje. En ik ga naar binnen en dan heb je hier een heel leuk schattig keukentje. Met nou ja, alle inventaris en een koelkast, een gasstel, koffieapparaat. Dus wat wil je nog meer? Dan heb je hier de eettafel. Met zo'n bank, super leuk. Heel fijn. En we hebben een babypakket erbij. Dus we hebben een kinderstoel en een babybedje. Dan is dit de loungebank en dan is dit de tafel, maar ook gelijk spelletjeskist. Met echt super veel leuke spellen en dingen voor de kinderen om te spelen, dus dat is echt heel tof.
Dan is dit gelijk echt iets mega tofs. Dit is het hooihuis. Hier kunnen twee personen slapen of twee kindjes. Dan kan zo het gordijntje nog dicht. Dus ik denk dat Lana en Amy daar wel willen slapen. En dan kunnen ze lekker naar boven door het trappetje. Dan kunnen ze daar dus lekker spelen in dat huisje. Echt heel tof. En dan loop ik even door. Dan is dit waar Yannick en ik gaan slapen. Met genoeg opbergruimte, nog een extra kachel, dekentjes, handdoeken, alles erop en eraan. En dan is hier nog een aparte slaapkamer met twee bedden. Dus hier zou ook nog een van de meiden kunnen liggen of twee. En dan is hier gewoon een badkamer bij. Die zit hier met een hele nette toilet, een opstapje en een douche. Dus wat willen mensen nog meer? Nou, zo leuk is, wij hebben dus ook een konijntje bij ons tent dit weekend om voor te zorgen. Een flink konijn ook eigenlijk. Hallo schat, ben je lekker met ons op vakantie? Oh, met een ren eromheen. Dus daar kunnen de kindjes samen met ons voor zorgen dit weekend. Hier is Lana aan het spelen in de zandbak. En hier is een hele grote trampoline. Met Amy en papa en Feline. En skelters kunnen ze gewoon pakken. Echt heel tof. Hier is het echt superleuk. Een speelschuur. Waar ze lekker met hooi kunnen spelen en zo. En om je bagage in te doen. Kun je gewoon een kruiwagen pakken. En die roze is denk ik voor mij, hè? Ze zijn hier al het huisje aan het ontdekken. Ja, kijk, dan ga je daar doorheen. Maar open, ja. En dan? Wat is daar dan? Oh, daar kun je naartoe. Oh, dat vinden ze nog een beetje spannend. Nou, dat komt wel. We zitten nu even in de auto, want we gaan in Hengelo een restaurantje zoeken om wat te eten te halen. We kunnen ook in onze hotelletje. In ons hotelletje? Je bedoelt de tent? Een tent, boerderijtent, kunnen we daar paardje rijden. Paardje rijden, ja. En vanavond is er een kamp. Waar jullie nog bij mogen zijn om 7 uur. We zijn weer terug. Uiteindelijk bleek bij het restaurant waar we toch al wilden halen dat ze ook bezorgen op de camping. En aangezien we dan toch nog even moesten wachten, hebben we het gewoon besteld. Dus dat komt zo. Ik zal jullie even een beetje van het terrein hier laten zien. Farm Camps is eigenlijk een concept waarbij je gaat kamperen bij de boer. En nou ja, voor allerlei activiteiten omheen kunt doen. Hier is een koeienstal. Dus daar gaan we ook nog wel een bezoekje brengen. Daar is ook nog een stal. Hier is een winkeltje en de receptie. En dit is het activiteitenprogramma. En dan is daar een kippenhok. Er zijn bijvoorbeeld ook paarden en ponies. Dus de kinderen kunnen van het weekend ook nog een keer pony rijden. En nou ja, zo is er van alles te doen. Echt superleuk. Zo leuk! Wee! Alle meiden zijn hier lekker aan het spelen in de zandbak. Wat lekker zeg! En dan komt dadelijk het eten. Gaan we dadelijk lekker eten? He? Ons eten is lekker bezorgd. Voor de kindjes friet met een frikandelletje. En appelmoesje. En ik heb een champignons. Of een aspergesoep. Je hebt een mosterdsoepje met brood. En heb ik een salade met zalm en zeekraal. En nou ja, van alles en nog wat. Super lekker. En ik heb lekker risotto. Met champignons. We hebben lekker gegeten en de kinderen zijn alweer aan het spelen met andere kinderen, want inmiddels zijn bijna alle tenten gevuld. En het leuke aan dit concept is ook wel dat de kinderen gewoon lekker met elkaar kunnen spelen. Er is hier een speelweide, dus ze kunnen lekker spelen. Je hoeft ze niet continu in de gaten te houden. En Lana heeft allemaal al vriendinnetjes en vriendjes gevonden. Amy ook trouwens. En Feline die dartelt er lekker bij. Echt heel erg leuk. Het is bedtijd en we hebben echt iets heel slims gedaan. Ja, want we hebben het campingbedje daar dus boven gezet. Dus nu is het eigenlijk een soort van supergroot stapelbed. Met daar beneden dus de bedjes voor Amy en Lana. Dat is hier. En dan daarboven een huisje voor Feline. Ja, maar ja. Boven dat is gezellig. Boven is een dak. Ja, daar zit ook een dak op. Terwijl Lana en Amy daar liggen, is Kelly het hooihuis ingegaan. En waarom? Feline ligt daar lekker. Vriendje. Wat rustig schatje. Oké, dan kan het deurtje nog dicht. Maar dat hoeft niet per se, maar dat kan. Zo, nou dan gaan we weer naar beneden. Hey schatje. Boven slapen. Wil je boven slapen? Vind je het leuk? Ja.
Goedemorgen, het is de dag na. Het is vandaag zaterdag en we hebben echt super lekker geslapen. We waren zo moe gisteravond dat Zinique en ik allebei al om 10 uur gingen slapen. En de kinderen lagen er rond 8 uur in. Dus ook wat later als normaal, maar het is natuurlijk vakantie. En Yannick en Felientje zijn aan het tennissen. Goedemorgen. Goedemorgen. Gaan we naar mama kijken? 1, 2, balletje loslaten. Balletje los. Yay! Goed zo, Feline! Roosje, ons konijntje, zo hebben we haar genoemd. Is ook weer gezellig van de partij. Ja! Ja, die ben voor me. Daar ligt ze lekker, hè? Die heeft vast ook lekker geslapen bij ons. Vandaag en morgen hebben we ontbijt besteld. Dus de boerin komt dadelijk ons ontbijtje bij de tent bezorgen. Superleuk. Oh, de boerin heeft een hele lekkere mand bezorgd. Met een ontbijtje. Lekker croissantjes en broodjes. Yoghurtje. Koffie. Tomaatjes en lekker beleg en een sapje. Dus wij gaan lekker smikkelen van een heerlijk ontbijtje. Laan, ben jij croissantje? Nee, dat is niet. Hebben we al een croissantje? We hebben echt heerlijk gegeten en de zon begint door te komen. En we gaan nu richting het paard, naar de paardjes toe, want dan kunnen ze de paarden borstelen en volgens mij ook pony rijden, dus ik ben benieuwd. Wat boodschappen te doen. Ik ben net even in mijn eentje de H&M ingegaan. Omdat we toch wel wat te weinig warme kleding bij hadden. En het in de nacht erg koud is. Dus ik zal zo even laten zien wat ik geshopt heb. Voor ons, voor de meisjes en mij. Om toch wat warmer aan te kleden. Nu nog even boodschappen doen. Ook even om en om. Tenminste, ik ga even alleen. Even wat alle maatregelen. Even wat lekker eten halen. Wat lekkers. En lunch en zo. En dan gaan we weer naar de camping toe. Nou, we zijn weer thuis met de boodschapjes. Ik zal even laten zien wat ik geshopt heb bij de H&M. Lana die had allemaal kapotte majo's. Ik kocht haar 2 paar majo's. Dit is met unicorn en glitters en dit is gewoon meer gewoon wat rustiger. Om 3 van deze unicorn fleece vestjes. Dus ieder meisje 1. Kunnen ze als het echt koud is, 's nachts lekker aandoen. Maar ook hier gewoon op spelen. Dus die vond ik wel grappig als ze die alle 3 dan hetzelfde hebben. 2 leggingjes om wat extra te hebben. Voor de nacht een extra laagje bij de benen en voor mezelf een trui, want die had ik dus helemaal niet mee, alleen maar vestjes en een lekker dikke joggingbroek, dus ook voor als het 's nachts koud is. En nou ja, goed, ik kan alles gewoon thuis ook weer gebruiken, dus ja, dat heb ik geshopt. En nu gaan we lekker lunchen. Ik heb de tafel gedekt, dus lekker buiten eten. Omdat het gisteren zo extreem veel was met het eten, heb ik nog een halve salade over met vis. Dus die ga ik lekker eten. Ik heb nog wat extra sla bij gedaan, een tomaat. En onze andere dochters zijn nergens te bekennen. Die zijn lekker aan het spelen. Maar die komen vast zo wel een boterham doen. Zoete kaas, zoete kaas. Ja, je bent een zoete kaas. Maar vind je het leuk op de camping, schat? Ja. Terwijl Feline aan het slapen is en Lana met een vriendinnetje die ze hier heeft gevonden aan het spelen is, gaan wij dit spel doen, hè, Amy? Ja. Mag mama nou gooien? Ja. Oké. Rood, oh jee. Alweer rood, net als mij. Ja, oeh, dat wordt wel spannend. Nou mag jij gooien. Oeh, hij valt. Ah! Nou mag jij gooien. Blauw, zet hem maar neer. Dit is blauw. Vriendje is ook weer net uit bed. En we hadden nog bosse bollen om te vieren dat we 5 jaar getrouwd zijn. Dus die gaan we nu lekker pakken. Want dat is wel traditie, hè, in Brabant. Een bosse bolletje. Ja. Lekker, dames. Niet meer. Lekker, schatje. Nou, de meiden zijn lekker aan het spelen hier. Daar zie je Amy op een fietsje. En ik ga lekker in de hangbad met een boekje. Tijd om te eten en dat doen we lekker campingstaal met frietjes en wij hebben een soepje, Yannick en ik, pompoensoepje.
Dan lekker allemaal borrelhapjes. Dus het is lekker van alles en nog wat met lekkere dingetjes. Lekker makkelijk. Goedemorgen, het is de dag na. Het is maar zondag. We hebben lekker geslapen. Ik heb de tafel alweer gedekt samen met Yannick voor het ontbijt. En de meiden zijn al lekker aan het spelen. De boerin die komt zo weer lekker een ontbijtje brengen. De meiden zijn al lekker daar aan het spelen bij de trampoline met andere kindjes. Daar is het ontbijtje weer. Ik zie hier een heel lekker bruin broodje. Oh, kijk Lana wat erin zit. Oh, lekkere fruitsalade met aardbeien en ananas. Dat vinden jullie lekker. En lekker beleg weer. Wat een verwennerij weer. Lekker suikerbroodje. Lekker beleg. Heb je een lekker biertje bij jou zitten? Wat gezellig. Wij gaan lekker ontbijten. Oh, wat lekker vindt hij dat zeg. Nu gaan we ook iets heel leuks doen, want we gaan klompen schilderen. En dan hebben we mooie decoratieklompen. Maar ze zijn ook nog eens papa's maat. Dus als we ze nou heel mooi vinden, kan papa ze lekker aan. Ik moet me aanpassen. Die zit op het paardje. Ja, jullie mogen dadelijk ook, hè? Zit Felientje op Jopie. Hallo, wat leuk. Dat is leuk. Hier deze pet op. Hier een mooie pet op. Ja, zie je dat Jopie? Wat gezellig. Nu zijn we allemaal verkleed, want we gaan naar de koeien toe. We gaan knuffelen. Wat zeg je, schat? Ja, we gaan met de koeien knuffelen. Kom. In onze boerenpakjes. Zo schattig. Ik heb vandaag dus Koos make-up los. Maar ik heb dus ook mijn boerenpakje aan. En mijn boeren servet, hoe noem je dat? Ik heb ook een pakje aan. Ja. Ik ook een pakje aan. Jij ook een schat, zo mooi. Ik ook een pakje aan. Ja, je bent zo mooi. Geen kus. Wat we dus gaan doen, we gaan nu richting de koeien en we gaan nu per gezin bij een koe zitten, of koe liggen. Dus bij een liggende koe liggen. En dat schijnt dus heel rustgevend te zijn, heel fijn. De koeien schijnen dat ook heel fijn te vinden. Dus we gaan nu richting de koeien toe. En met ze knuffelen. Wij lekker in de hangmat samen, terwijl de kinderen aan het spelen zijn. Ja, dit is wel echt ideaal. Je doet gewoon elke keer je ding als ouder en de kinderen gaan gewoon spelen en je hebt geen omkijken naar baan of naar. Ja, koeknuffelen was ook erg leuke ervaring. Oh, ja. Ik zit helemaal tegen het licht in te kijken. Ja, je bent nog steeds een koe aan het knuffelen. Ja, maar dan mijn eigen koetje. Mijn eigen stier. Even andersom gaan liggen, anders kijk ik heel tegen het licht in. Maar wij chillen hier nog even lekker, vanavond lekker eten en morgen na het ontbijt gaan we weer naar huis. En dan gaan wij donderdag, dat is voor jullie morgen, Nico ophalen, ons hondje. Nico. Maar dat zien jullie in de volgende vlog. Dus dat wordt ook heel leuk. Nico! Dus jullie zien in de volgende vlog dat we de pup gaan ophalen en de eerste dagen met het hondje. Dus dat is ook wel heel erg leuk. We hebben een Instagram pagina. We hebben zelfs een Instagram pagina voor het hondje, die zet ik al even in beeld. Kan je hem volgen? Ja. Nou, ik wil jullie heel erg bedanken voor het kijken naar deze video. Doe een duimpje omhoog als je hem leuk vond. Abonneer op mijn YouTube kanaal als je dat nog niet had gedaan. En dan zeggen wij... Doei, houdoe, bye bye. Bedankt voor het kijken.